Nummer 4. Een goede instap subwoofer met diverse interessante opties is de Alpine SWE 815. Het is een versterkt model, met een 8-inch driver, dat tot 100 watt RMS kan verwerken, met een frequentierespons van 34 tot 1,5 kHz. De afmetingen zijn 288 breed, 291 hoog en 253 diep. Handig is dat er een klittenband inzetstuk is waarmee we de sap kunnen omvormen van een basreflex tot een gesloten box, voor een grotere veelzijdigheid in het gebruik. U kunt ook de bedraden afstandsbediening aansluiten, om de basversterking en andere parameters te regelen. Koop dit product met de link in de beschrijving. Nummer 3. Als u op zoek bent naar de beste mid-range subwoofer om aan te sluiten op een speciale versterker, raden wij de Sony XSNW1202E aan. Met dit model kunt u tot 300 watt ingangsvermogen aan, en krijgt u een gedetailleerd en precies basgeluid, met voldoende output om het interieur van de auto te vullen met muziekvolume. Wat op het eerste gezicht het meest opvalt, is de vorm van de driver, die in plaats van perfect rond te zijn zoals andere subwoofers, is gebouwd met een vijfhoekig ontwerp om de driver strakker te houden, en zo een nauwkeuriger bas te creëren zonder veel dreun. Onderaan de videobeschrijving vindt u de link naar het product. Nummer 2. Onder de beste subwoofers voor auto's is de Kenwood KSC-SW11 een versterkt model dat u onder de stoel kunt plaatsen, weinig ruimte inneemt en u niet dwingt de kofferruimte te gebruiken. Het is goed voor het versterken van de output van standaard luidsprekers, zodat u een betere versterking en basdekking krijgt. Je kunt geen extreem meeslepend geluid verwachten, zoals bij grotere subwoofers, en het maximale vermogen is slechts 150 watt, dus je kunt hem niet op erg hoge niveaus gebruiken. De afmetingen zijn 190 bij 70 bij 280 mm en het gewicht is 2,8 kg. De frequentierespons is 35 tot 150 Hz en er is een bedraden afstandsbediening voor het regelen van volume, frequentieafsnijding en fase. Zoek de link naar dit artikel in de beschrijving. Nummer 1. De frequentierespons is 35 tot 120 Hz, een opmerkelijke dekking voor een kleine 8-inch driver. Het vermogen is vrij goed, met een geluid dat goed aanwezig is en zonder vervorming, zelfs wanneer het maximale volume wordt benaderd. Het mooie van subwoofers onder de zitplaatsen is, als ze goed ontworpen en gebouwd zijn, dat ze een geweldig gevoel kunnen overbrengen omdat ze dichter bij de bestuurderszetel staan dan een subwoofer die je in de kofferbak zou plaatsen. De bas komt direct van onder de zitting en het gevoel is zeer aangenaam. In die zin biedt de JBL Bass Pro SL een ervaring die geen enkele andere subwoofer in zijn klasse kan bereiken. U kunt de prijs van dit artikel zien door op de link in de beschrijving te klikken.